Johan Derksen lijkt zich bewust van de ernst van de situatie waarin hij zich bevindt, nu er aangifte tegen hem is aangekondigd door de Friese tak van discriminatie, namelijk. In een recente uitzending van vandaag in op SBS 6 gaf hij aan dat hij verwacht dat het Openbaar Ministerie de aangifte serieus zal nemen, gezien de publieke aard ervan. Derksen lijkt te erkennen dat hij niet zomaar scheid aan de hele wereld kan hebben en dat zijn toekomst in de media-industrie afhankelijk is van zowel de rechterlijke macht als de invloed van mensen als John de Mol. De druk op Derksen om excuses aan te bieden voor zijn opmerkingen over Tweede Kamerlid Haptamu de hoop lijkt echter niet te resulteren in een verandering van houding van zijn kant. Hij ziet geen enkele aanleiding om excuses aan te bieden en beweert geen spijt te hebben van zijn uitspraken. Wel geeft hij toe dat hij, als hij had geweten welke reacties zijn opmerkingen zouden veroorzaken, mogelijk anders gehandeld zou hebben. De controversiële opmerkingen van Derksen, waarin hij de hoop de mogelijkheid ontzegde om te pleiten voor de Friese taal vanwege zijn niet-Friese afkomst, hebben geleid tot verontwaardiging van verschillende instanties en politici, hoewel Derksen beweert dat zijn opmerkingen niet racistisch bedoeld waren en voortkwamen uit zijn onbekendheid met de hoop, blijft de kritiek op zijn uitspraken aanhouden. Deze recente ontwikkelingen laten zien dat de discussie over racisme en discriminatie in Nederland nog steeds actueel is en dat woorden van publieke figuren zoals Derksen grote impact kunnen hebben. De uitkomst van de aangekondigde aangifte tegen Derksen zal niet alleen zijn eigen toekomst beïnvloeden. Maar ook de bredere discussie over racisme en discriminatie in de samenleving.